kerkkoel van de Stichting Restauratie Slotkapel. Nou, er gebeurt hier wel het een en ander. Ik heb deze kerk, deze slotkapel nog nooit zo gezien. Nee, klopt. Dit is ook iets wat natuurlijk niet in heel veel jaren gaat plaatsvinden. We zijn druk bezig met de restauratie. De kerk heeft onderhoud nodig, want ja, het is een oud gebouw. En ja, het is natuurlijk anders gebouwd dan vroeger, of dan tegenwoordig gebouwd wordt. We hebben met name de vloer, we hebben de muren geïnjecteerd boven de vloer. En daardoor is het optrekkende vocht hopelijk te voorkomen. En het stukwerk is opnieuw gerepareerd. Dat wordt nu bijgewerkt. En wordt de komende weken zal het gesausd worden, zodat het weer een heel mooi één geheel gaat worden. Wat was het probleem met het vocht? Wat was het effect daarvan? Vocht in de muur? Nou, vocht in de muren, ja, het zijn hele dikke muren, dus die drogen heel slecht. En met name aan de noordkant waar weinig zon komt, ja, daar gaat het op een gegeven moment het stukwerk loslaten. Dus dat gaat van de muur afbladeren, het verf laat los. Ja, dan krijg je natuurlijk lelijke plekken. Dus ja, door het te injecteren hebben ze een soort kristallaag in de voegen aangebracht. En die zorgt dan dat het optrekkende vocht niet meer omhoog komt. Ja, daarna is het stukwerk gerepareerd en dan gaan we het weer sausen. In de hoop dat het natuurlijk heel blijft. Maar er gebeurt meer, hè, in deze kerk nu? Er gebeurt meer. We zijn buitenom zijn we druk bezig. De westgevel, er is ook een boom weggezaagd aan de voorzijde, want die gevel moet gewoon drogen. De muren zijn zeg maar 60, 70 centimeter dik, dus die nemen heel veel vocht op. Ja, dat blijft, als er natuurlijk geen zonlicht op komt, blijft het heel erg nat, dus dat droogt het heel slecht. Waardoor de voegen weer slecht worden, uiteindelijk de stalen ankers die in de gevel zitten, die gaan roesten. Ja, dat drukt het metselwerk uit elkaar. Dus er zijn ook ankers aan de gevel zijn vervangen, hersteld. Die worden opnieuw ingeboet met vetband, zodat de vocht geen vat kan krijgen op het staal. Waardoor het niet meer gaat roesten. En uiteindelijk zijn de ankers weer opnieuw ingeboet, zeg maar, met de bestaande stenen. Ja. En zowel mogelijk gevoegd als bestaand. En in de toren, de vlag hangt uit, dat heeft een reden of niet? Nou, de vlag hangt altijd uit, hè, voor de goede kijkers. Maar nee, de toren die is 8 jaar geleden voor het laatst geschilderd. Dus die was nodig aan onderhoud toe. Met name weer de zuidkant en de westkant, die heeft veel te verduren van de zon en de wind. Ja, en ook door donkere kleuren is dat heel vatbaar voor scheurvorming. Dus ja, die moest nodig in de stijgers gezet worden. En die heeft nou een hele goede laag gehad, in een 2,5 beurt noemen ze dat. Goed in de grondverf, nog een keer in een dekkende laag en uiteindelijk afgeschilderd. En die staat nu in de hooglans, dus ja, hij schittert ons weer tegemoet. Ja. Stel, je zou niks doen aan deze kerk, wat zou er dan gebeuren in de toekomst? Ja, dan gaat hij vervallen en uiteindelijk loopt het alleen maar van je af en dan wordt het een ruïne. Dus dat moeten we zien te voorkomen, want het is een pronkstuk natuurlijk om te behouden voor de toekomst. Echt enorm nodig? Ja, zeker weten. En dat blijft ook. Er zijn nog meer dingen die moeten gebeuren. Maar ja, goed, dat proberen we met de subsidies van de provincie binnen te halen. Ja, en dan mag je eens in de 6 jaar een rapport voor schrijven. En dan kijken wat er gehonoreerd wordt, wat je daaraan kan uitgeven. En dan zijn er nog andere subsidies mogelijk via andere kanalen. Ja, goed, maar je moet afwachten wat daarvan gehonoreerd wordt. Ja. Gaat het ook nog via donaties? Ook, uiteindelijk, ja, er komt natuurlijk geld binnen. We hebben natuurlijk Jan met de Bellenbier hebben we nog een actie van gehad. Nou, dat geld wordt ook gebruikt. Het was namens de bierbrouwerij. Dus ja, die hebben ook gedoneerd daarin. Uiteindelijk kunnen we elke euro goed gebruiken. Jos Hof, hè, lokaal historicus, word ik genoemd. En vanaf het begin van de Stichting Restauratie Slotkapel betrokken. En ik geef hier rondleidingen, lezingen. Ja. En ook coördineerde monumentendagen en openstellingen. Ja. Dus, ja. Een grote passie voor deze kerk. En dus neem ik aan, fijn dat er wat aan gebeurt nu. Ja, geweldig. En het wordt heel mooi. Hè? Ik bedoel, ja. Die toren is al prachtig nu. Die is klaar. Ja, ja, en als straks... De westgevel is nu ook afgebouwd. Maar als straks de gevelsteen klaar is, dan gaan we dat met een verrassing brengen. Want hij wordt officieel onthuld. Dus tot die tijd ziet niemand het. Nee. En dan, bam, dan komt de gevelsteen. Wat gebeurt er met de gevelsteen? Nou, die wordt op het moment behoorlijk aangepakt. Hij is totaal verweerd. Er zit geen profiel meer op. Nee. En dat is zandsteen, dus hij krijgt op zijn donder door al die jaren. De gevelsteen is van 1430. Dan wordt deze kapel gebouwd. Ja. Op de plek van een voorgaande. Dus er stond hier al een kapel in 1229. Ja. Nou, die laat Jan van Egmond, Jan de Tweede, Jan met de Wellen, berucht en beroemd. Laat die kapel afbreken en voor deze laten bouwen dan. Dus die laat die eerste kapel afbreken en laat deze bouwen. 1430. En die gevelsteen herinnert ons daaraan. En dan is hij nog behandeld in 1992 met een acrylaat. Is hij op transport geweest naar Duitsland. Nou, dat moest hem dan verder verval behoeden, maar helaas. Dus, en dan nog even... De heftige periode 1795, kort daarna, dat alle
blazoens, hè, wapens en leeuwen. En ook de zerken in de kapel met beitels worden behandeld. Mishandeld. Ja. 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 Nou, en dat is, dus het heeft behoorlijk op zijn donder gehad. Maar hij komt er heel mooi uit straks. Ja. Ja. Dan krijgen we een soort... Kan niet wachten. Sorry? Kan niet wachten. Nee. Krijgen we een soort kerk, housewarming party als het klaar is? Volgende week hebben we een bestuursvergadering en dan wil ik het hebben over een open dag. Dus, open die tent en dan kan iedereen de boel bewonderen. Dat wil ik graag. En dan ergens, ja, als alles klaar is natuurlijk. Dus ergens eind januari of misschien het voorjaar, ik weet niet. Dat moeten we allemaal nog plannen. Ja. Ja. Wanneer is deze klus af? Wat is de planning? De planning is dat we eind week 49, week 50, dat we helemaal klaar zijn. Ja. Dus dan gaan we de kerk weer inrichten. En dat doen we dan met vrijwilligers en medebestuursleden. En dan proberen we het weer zo terug te brengen als het erin stond. Ja. Dus dan kunnen de activiteiten ook gewoon weer beginnen dan? Ja, de eerste activiteit die op de planning staat is 16 december, dus daar moeten we naartoe werken. Dus we hebben druk op de ketel dat iedereen op tijd klaar is. Ja. En wat is er op 16 december? Dat is een concert ter ere van Louise Kasteleins, begreep ik, op een vrijdagavond. Dus ja. Volgens mij weten veel Egmonders niet wat hier gebeurt, hè? Want ik reed laatst ook langs. Ik denk, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Vandaar dat ik met de camera hier sta. Ja, snap ik. Een hoop mensen denken, wat is aan de hand? Dus ja, er zijn wel nieuwsgierigen die komen vragen wat er gaat gebeuren. Ja, en de menige een rijdt er voorbij en die ziet het dan wel weer. Ja, je hoopt ook dat de mensen misschien op de site kijken. Daar wordt ook het een en ander aan foto's gezet. Met een stukje tekst en uitleg. En dat de mensen dan daar een beetje geïnformeerd raken.